Mede door de vele regenval staat het water in de rivieren erg hoog. Vooral campings en veerdiensten hebben hier last van. Regen, regen en nog meer regen. Dat is een beetje de samenvatting van de afgelopen dagen. Campings ervaren wateroverlast door het ongebruikelijk hoge waterpeil in mei. Maar ook pontjes blijven door de zware regenval van de afgelopen dagen noodgedwongen aan de kant. Afgelopen dagen is er enorm veel regen gevallen. Niet alleen in de regio, maar ook in Duitsland kwam het met bakken uit de hemel. Al dat water stroomt nu deze kant op, waardoor er hoog water ontstaat. En daar vinden sommigen weer overlast van. Zo ook het pontje tussen Druten en Dodewaard. We moeten ons af en toe erbij neerleggen dat de natuur het van ons wint. En dat is jammer. En dat is met name jammer voor de passagiers, maar ook onze vrijwilligers die dit werk met heel veel plezier doen. Maar dat is wel de realiteit. Je kan niet door blijven gaan met verder de rivier op. Dat houdt op een bepaald moment op. Dus het schip kan wel varen. Het stroomt wat harder, maar ook onze schepen kunnen dat wel aan. Puur is dat onze oevervoorzieningen te laag liggen. En ja, mensen niet veilig of in ieder geval niet droog aan boord kunnen komen. Ook in Nijmegen zijn er maatregelen getroffen vanwege het hoge waterpeil. Zo zijn de delen van de Waalkade afgesloten en zijn de strandjes onbereikbaar. Op camping De Grote Altena in Oosthout werd vandaag geëvacueerd. Campinggasten die met de caravan in het water stonden, kregen een nieuw plekje aangeboden. Nou ja, ik denk ik wacht nog eventjes af. Ik heb nog een centimeter of 10, 15 te gaan tot die de bodem bereikt. En dan zien we het wel. Maar ja, de eigenaar van de camping zegt van ja, het wordt wel erg kritiek, erg nat. Dus we hebben keurig netjes een plaats aangeboden gekregen. En dan zien we het wel hoe het verder gaat. Geen probleem. Ja, hap uit de taart natuurlijk. Het is heel vervelend. En ik moet mensen teleurstellen, want mensen kan ik nu niet ontvangen. En niemand kan mij de garantie geven dat het volgende week niet weer gebeurt. Om de waterstand een beetje te kunnen controleren wat er gebeurt, heb ik even een stokje in het water gezet. Dat was de waterlijn. Dat was gistermiddag. En nu zijn we 24 uur verder en dan zie je wat toestroomde die over. Dus dan weet je dat het langzaam verder gaat en verder gewoon afwachten. Maar angst voor het water, daar reageerden de campinggasten wisselend over. Gewoon constant de waal in de gaten houden van komt hij op ons plaats of komt hij niet op ons plaats. Het water in deze rivieren stijgt langzaam, dus je hebt altijd een paar uur de tijd om te evacueren. Nee, totaal niet. Nee. We zien het aankomen en dan gaan we gewoon weg naar huis. Maar ik heb het wel als heel spannend, eng en enerverend ervaren gisteren. Nou, ik baal er verschrikkelijk van. Dus moet ik mijn gasten teleurstellen. Voor mij is het niet zo ramp, maar mijn gasten vind ik het verschrikkelijk. En hij is mijn vriend en vijand, hè, de Waal. Het is een begrip in de regio, de Bergharense kermis. Toch lijkt het alsof ook hier steeds minder bezoekers op afkomen. Kermissen worden al gauw te duur gevonden, terwijl sommige kermisexploitanten gebukt gaan onder te strakke regelgeving en te hoge kosten. Botsauto's, de gokmachines en een aantal snoepkramen. Het is niet de grootste kermis van de regio, maar wel een van de populairste. De Bergharense kermis. Afgelopen Pinksterweekend werd er volop gefeest in de feesttent. Maar drukte op de kermis, daar was weinig sprake van. Toch kijkt de organisatie terug op een geslaagd weekend. Nou, geweldig mooi. Behalve het weer een paar dagen. Maar voor de rest heeft het goed gelopen. Bij ons als opkomst was goed. De zaterdag was iets rustiger dan andere jaren. Maar de zondag en de maandag waren als vanouds. En het was grote gezelligheid. De Bergharense kermis gaat gepaard met een groot straatfeest. Al is niet iedereen daar blij mee. Wij hier in het dorp, of tenminste veel in het dorp, vinden dat het bij elkaar hoort. Straatkermis met feesttent is samen de kermis. Daar was van de week de biertent. Binnen is binnen. En dat is voor de kermis niet bevorderlijk. En dan was dat zogenaamd vanwege jongelui en drugsgebruik. Ja, ik weet niet, wij verkopen geen drugs. Wij verkopen muntjes voor de botsauto's. Uit een onderzoek van Kassa blijkt dat veel mensen de kermis te duur vinden geworden. Ook hier in Bergharen spelen de hoge kosten een rol bij de kermisgangers, maar ook bij de exploitanten. Op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat alles wordt duur. En de kermis wordt natuurlijk ook iets duurder, want voor ons wordt ook alles duurder. Dus het is eigenlijk een soort van wisselwerking, wat eigenlijk ook vrij normaal is. Ja, ik vind het eigenlijk voor de kinderen onbetaalbaar. Maar goed, het is ook wel heel jammer dat de attracties heel klein en ik vind het best wel verouderd uitzien. En volgens mij kost één ritje met botsauto's 2,50 euro. Ja, 2,50. Ja. Ik vind het
ja, loopt een beetje uit de klauwen. Alle dagen, dan wordt het wel wat prijzig. Maar ruim van tevoren een beetje rekening mee houden, dat komt wel goed. Toch vinden de meeste mensen het wel even leuk om een kijkje te nemen op de kermis. Nou, ik ben natuurlijk oma, dus ik moet even met mijn kleinzoon mee. Maar voor de rest doen wij het nog rustig aan. Nou, voor mij persoonlijk houdt het in lekker naar de tent borreltje pakken. De Radboud Universiteit ziet met leden ogen toe hoe het pro-Palestina protest op de campus steeds grimmiger van karakter wordt. In een reactie aan RN7 laat de universiteit weten te betreuren dat grenzen steeds meer worden overschreden. Dinsdagmiddag begonnen de demonstranten aan een protestmars. Op het Erasmusplein stonden zelfs actievoerders op het dak. De universiteit laat weten dat het beklimmen van het dak een onveilige situatie creëert en dat zij de demonstranten hier al eerder op hebben aangesproken. Marktlieden mogen voorlopig toch met hun diesel- of benzinewagens de Nijmeegse binnenstad in. Ook als daar straks een zero-emissiezone geldt. De gemeente Nijmegen geeft de marktwagens hiervoor een ontheffing tot en met 2032. Dat geldt overigens alleen voor marktlieden die nu al een vergunning hebben. Voertuigen van marktondernemers zijn nu vaak nog niet zero-emissie verkrijgbaar, zegt wethouder Cilia Dame. Voor marktondernemers die vanaf nu toetreden en op de hoogte konden zijn van het beleid, geldt de ontheffing niet. De gemeente Nijmegen wil het team toezicht en handhaving mogelijk uitbreiden tot 53 medewerkers in het jaar 2030. Dat is een toename van bijna 20 personen. Het betreft voornamelijk BOA's die in de openbare ruimte de orde gaan handhaven. Het team was de afgelopen jaren flink onderbezet. Dat had onder meer te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de gemeenteraad akkoord gaat met de uitbreiding van het aantal BOA's en welke kosten dat uiteindelijk met zich meebrengt. Druten wil toeristenbelasting invoeren. De opbrengst hiervan gaat de gemeente gebruiken om het toerisme te promoten. De gemeente heeft berekend dat invoering 5.000 euro per jaar kost en 22.500 euro opbrengt. Een netto winst van 17.500 euro per jaar. De toeristische sector reageert wisselend. De belasting bedraagt 1 euro voor kampeerders en 2 euro voor overnachtingen in bijvoorbeeld een hotel. Het college wil op 1 januari toeristenbelasting invoeren. Het voorstel wordt op 27 juni in de gemeenteraad besproken. Het is vandaag de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Al jaren wordt er volop ingezet om de biodiversiteit te bevorderen. Zoals het aanleggen van bloemenvelden, minder maaien en natuurgebieden herstellen en beschermen. Ecoloog Constant Swinkels doet onderzoek naar de biodiversiteit en ziet de effecten van deze acties. Tegels eruit, planten erin. En ook worden bermen minder gemaaid en mensen zijn druk bezig met het vergroenen van hun eigen tuin. Het lijken allemaal kleine veranderingen waarvan het effect misschien niet gelijk zichtbaar is. Draagt dit nou echt bij aan de biodiversiteit? Ecoloog Constant Swinkels ziet dat ook deze kleine veranderingen een verschil maken. Als je gaat van een situatie waarin relatief weinig plekken zijn waar biodiversiteit kan zijn, naar een situatie waarin er heel veel plekjes gecreëerd worden. En op het moment dat je die plekjes echt gaat verbinden door meer en meer plekjes te maken, ja, dat is fantastisch. Daar zien we in het buitengebied echt al de voorbeelden van, maar in de stad kan dat ook. Sander doet zelf onderzoek naar de biodiversiteit op dijken. De waterschappen gaan bewuster om met hun maaibeheer in deze gebieden en inmiddels ziet Sander verandering. Ja, we zien dat effect meteen terug in insecten. We hebben op onze dijklocaties al meer dan de helft van alle Nederlandse wilde bijen gevonden bijvoorbeeld. Maar ook veel zweefvliegen. Koninginnenpage zit tegenwoordig veel op de dijken. Maar ik zie ook vaak vogels die daar toch op die dijken gaan zitten. En bodemleven komt ook terug. Eigenlijk dat hele systeem veert op als het ware. Het onderzoek naar de dijken betreft een groot gebied. Maar ook kleine veranderingen dragen bij aan de biodiversiteit. Lokaal in tuinen bijvoorbeeld zien we dat als je je tuin diervriendelijker inricht, dat de insecten daar meteen op reageren. Maar we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe dat dan opschaalt naar het niveau van een stad. Maar het valt natuurlijk te verwachten dat het alleen maar beter is als je meer doet. En een divers gebied is van groot belang. Ja, we hebben biodiversiteit in zoveel aspecten van ons leven uiteindelijk nodig. Als je denkt aan bestuiving van bijvoorbeeld appels en peren, ja, daar heeft biodiversiteit een hele belangrijke rol. En er blijkt ook dat als mensen kunnen wandelen in plekken met mooie plekken met biodiversiteit, dat je over het algemeen mensen daar een geluksgevoel van ervaren ook en tot rust komen. Dat is ook goed voor je eigen gezondheid.
Op 21 mei 1469 overleed Catharina van Bourbon, hertogin van Gelre en groot weldoener voor de Nijmeegse Stevenskerk. Tijdens haar leven was ze zeer geliefd onder de lokale bevolking. Na haar dood werd de uitbreiding van de Stevenskerk gefinancierd met de opbrengst van haar landgoederen. Ter herdenking aan haar 555ste sterfdag wordt deze week een speciaal programma georganiseerd in de Nijmeegse Sint-Stevenskerk. Het speciale programma omvat onder andere een uitgebreide rondleiding langs het grafmonument van hertogin van Gelre, een uitleg over het klokkenluiden door de torenwachter en het luiden van de Catharina-klok door de Nijmeegse klokkenluidersgilde. Het wordt niet echt nadrukkelijk herdacht, maar er worden wel altijd bloemen neergezet bij haar monument boven. Het betreffende monument is ongeveer 50 jaar na haar dood in 1469 neergezet door haar zoon, Karel van Gelre, die uiteindelijk zijn laatste rustplek vond in Arnhem. Het monument van Catharina is nu ongeveer 500 jaar oud. Nou, het is chic om je eigen grafkamer te hebben. En ze was natuurlijk heel rijk en heel belangrijk. Dus zij moest haar eigen grafkamer hebben. Dit eigen plekje kreeg ze op de beste plek in de kerk. Voor een katholiek is het heel belangrijk om bij het hoofdaltaar begraven te worden. Deze bevindt zich exact boven haar graf. De hertogin van Gelre was niet alleen kapitaalkrachtig, maar ook zeer religieus. Ze wilde de kerk dus meer status geven, ook door dat geld, want toen is het een kanunnike kerk geworden en dat was het voor die tijd niet. Een kanunnike kerk bestaat uit kanunnike huisjes, bedoeld voor kanunniken. Geestelijken die niet in een klooster wonen, maar wel priester zijn. Deze mensen hebben de taak om 7 of 8 keer per dag in de kerk de dagelijkse gebeden te zingen. In de beschrijvingen, in de rondleiding die in de kerk gegeven worden, daar wordt veel aandacht aan besteed aan Catharina en haar rol, wat ze betekend heeft voor Nijmegen en de Sint-Stevenskerk in het bijzonder. Ter ere van de 555 jaar geleden overleden hertogin is de grootste klok in de kerk door de klokkengieter officieel vernoemd naar Catharina van Bourbon. Een klok is voor een kerk een heel bijzonder instrument. Wat ik vertelde straks bij het luiden van de klok, heeft dat een informatiefunctie. De torenwachter noemt de klokken ook wel het Twitter van de middeleeuwen, omdat men destijds met behulp van de kerkklokken grootschalig in korte tijd korte berichten kon versturen naar grote groepen mensen. Maar specifiek met de hand, dat geeft een extra lading, een extra dimensie om te laten zien hoe dit eigenlijk al honderden jaren gebeurd is. Na alle regen van de afgelopen dagen kunnen we momenteel even op adem komen. Na een vrijwel droge dag blijft het ook vanavond droog en klaart het vannacht flink op. Morgen belooft ook een vrijwel droge dag te worden. Een enkele bui blijft mogelijk, maar het kan ook goed de hele dag droog blijven. In de ochtend is het nog bewolkt, in de middag laat de zon zich ook even zien. Het wordt maximaal 21 graden. De dagen erna keert de regen weer terug. De vrijdag begint eerst nog droog, maar al snel trekt er een regengebied over de regio, waar veel water uit kan vallen. Ook zaterdag trekken de nodige buien over, wat het wederom een natte dag zal maken. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 22 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website of in de gratis RN7 app. Morgen zijn we weer terug en dan zijn we onder meer bij de opening van de nieuwe fietsroute Wijnboertour in Bergendal. Graag tot dan!